In zijn laatste brief zei hij ook van... ik heb spijt dat ik toen niet naar je cel ben gekomen. Ik denk oprecht dat jullie me super dankbaar gaan zijn voor deze future. Ja, hij zit al sinds vanmorgen biertjes te drinken. Je weet helemaal niks, joh. En deze mijn deur gaat open, bam. Mijn moeder is echt weer helemaal gek geworden dat je dit luistert. En dat had ik straf gekregen, man. Een week geen internet. Ja, ja, ja. Dames en heren, welkom back bij een nieuwe episode van de Paastalks podcast. En vandaag, ik denk de bijzonderste van allemaal, want Ralf en ik zijn te gast bij de Paastalks podcast met Cor. Dus jullie in de comments, jullie moeten laten weten, like deze video, abonneer, comment je favoriete release van deze week. Cor, major love dat je hier bent. Ja, dankjewel. Dankjewel voor het komen. Alles rap en hiphop van de afgelopen week, wij gaan dat vandaag weer bespreken. Dus Ralf. Ja. We zijn te gast in onze eigen show. We zijn te gast in de eigen show, man. Hoe vaak heb je die grap al gehoord? Ja, heel vaak. Vaak. Maar dat vaak. Is gewoon alleen maar goed. Dan moeten we juist in mooi erin houden. Ja, joh, ja, joh. Blijven... Ja, ja. Even iets dichterbij de microfoon, denk ik. Anders hoor. Zo. Ja, ja. Zo. Ja, is goed. Zo, ja. Ja, ja. Ja, ik hoor die even niet goed. Ja, nee, maar ja, inderdaad. Die grap is echt heel vaak... Woeie gaat er zelfs ook mee met die shirtjes. Ja, ja, ook, ja. Ja, dat is wel een vettige lijn, hè? Dat je nou zelfs ook je eigen soort van kledinglijn hebt bij Woeie. Ja, ik doe één keer in de zoveel tijd met Woeie gewoon een shirtje. Ja. Shirtje, trui. Gewoon twee keer per jaar of zo. Ik wil wel, zeg maar, dat het iets goeds blijft, weet je wel. Een beetje exclusief ook, toch? Ja, toch. We doen gewoon een aantal exemplaren, zeg maar. Elke keer 300 stuks of zo. Ja. En dan is dat ook gelijk uitverkocht. Zodat ja, precies. Een beetje, je weet toch, exclusief blijven. Exclusief blijven. Ja, ja, ja. Want, ja. Hoe is jouw connectie eigenlijk met Woeie? Ben ik wel benieuwd naar. Je gaat echt al way back, heb ik het idee. Ja, soort. Ik kom daar sowieso al zelf sinds ik heel klein ben. Dus ja, sinds een jaar of 11, 12 haalde ik daar al mijn schoenen. Die Air Max One Safari bijvoorbeeld. Ja, hard. En ja, daarna ben ik natuurlijk de hele tijd weg geweest. En ja, toen kwam ik vrij, ging muziek maken. En een jongen die altijd bij Woeie heeft gewerkt, Daisy, die komt bij ons. Die mens je ook vaak, toch? In raps. Ik hoor best vaak de naam Daisy terugkomen. Nee. Oké, even verkeerd. Ja, dat is nooit zo. Nee. Dentje, bedoel jij? Denk ik wel, ja. Ja, 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 ja. Nee, ja, die komt bij mij uit de wijk ook. En ja, die werkte daar. Dus toen ik begon met rappen, toen zei hij gewoon een keer van... Hey, ik heb een pakketje voor je liggen, maar nog geen sponsor of zo. Toen had ik gewoon... ja, ik droeg dat sowieso altijd zelf. En toen belde Hef een keer voor Rookworst. Abrupt eigenlijk. Ik was in de studio en toen zei hij... Yo, kan je aanschuiven? En toen had ik toevallig een Woeie-trui aan. Toen ben ik gewoon aangeschoven bij Rookworst. En toen, ja, toen kreeg Woeie dat natuurlijk te zien. En toen vroeg hij aan die boys van... Hey, fucker, wie is deze guy? Toen ging hij alles checken, mijn verhaal en zo. Toen zei hij van... Hey, ik wil met hem samenwerken, man. Vet. Zodoende, man. Dat is nu 3 jaar geleden, 4 jaar geleden. Heel vet, want ik denk dat wij zijn Brabanders, dus sowieso is het voor ons lastig, maar dat wij onderschatten wat de waarde is van Woeie in Amsterdam of in Rotterdam. Kijk uit, hè? Ja, ik sprak jezelf bijna heel erg lelijk, hè? Want pas was Rookworst met Joost Klein en zo'n stuntkabouter. En toen zei hij ook van, vroeger gingen we naar Rotterdam puur om slippers te kopen bij Woeie. Ja, man. En... ik denk dat wij dat niet helemaal beseffen wat die waarde heeft. Ja, Woeie is gewoon echt een begrip, man. Zeg maar. Ja. Je ziet ook gewoon, los van de schoenen, zeg maar, gewoon de merch, het bekende Woeie-logo, zeg maar. Zie je gewoon overal in het straatbeeld, zeg maar. Gewoon bij oude mensen, bij jonge mensen, bij studenten, bij jongens van de straat, weet je. Het is gewoon, het is echt een begrip bij ons, man. Heel dus, vet. Dus voor ons is het sowieso hard dat wij kunnen samenwerken met hem. Komt er een nieuwe winkel van Woeie ook? Die is er al. Die is er, die al, is er al. Ja, is die al af. Ja, okay, hij is zo aan dezelfde straat gewoon. Tegenover, toch? Ja, of schuin tegenover. Oké, Patta of Woeie, laatste vraag. Ja, kom op nou. Kom op nou. Ja. Allright, laten we doorgaan. We hadden deze week natuurlijk het grote Spotify Rap debakel. Ja. Iedereen zijn Spotify Rap kwam uit. Ja, ik vind dat persoonlijk heel leuk om te zien van andere mensen wat een Spotify Rap is. Ik ook, man. Maar... ja, daar begint eigenlijk de vraag. Wat was jouw Spotify Rap? Alleen als artiest. Dus niet zeg maar van jou als luisteraar. Maar jouw recap als artiest zeg maar van het jaar. Dus mijn streams? Ja, ja streams. Volgens mij 22,5 miljoen volgens mij. Tering kriebel. Ja, is prima. Dat is goed, maar nee, ik ben super dankbaar. Ja, maar, ik bedoel van... maar je hebt ook een topalbum uitgebracht. Ja, zeker. Ja, ik meen het echt. Ik heb het album nog steeds dat ik het vaak luister. Vooral dankjewel. De tune met Kevin. Ja, toch. Ik denk het, en daarop aansluitend die Rookworst aflevering. Ja. Met je vader. Ja, toch? Ja, dat was echt tof. Ja, dat was mooi, was mooi. Zeker. Echt heel mooi. Ja, was super, super hard om mee te maken, man. Had je verwacht, had je deze cijfers wel ergens verwacht? Want je bent er een soort van nonchalant over van, oké, het is al prima, 22,5 miljoen. Nee, ik ben er super dankbaar om, zeg maar, elke stream, je weet toch. Maar ja, ik heb nooit echt mijn verwachtingen, man.
Ik breng gewoon een tune uit. Zoals bijvoorbeeld nu. Mm-hmm. En ik heb bijvoorbeeld niet eens die Spotify voor artist shit, man. Ik check gewoon over een week even bij Sony van... Yo, hoe staan we ervoor? Ik doe het gewoon echt. Ik vind het gewoon echt leuk om muziek te maken. Ik vind het hard, zeg maar. En ja, dat ik er mijn brood mee mag verdienen, ben ik super dankbaar voor, weet je wel. Maar het is niet echt dat ik heel erg bezig ben met de cijfers, zeg maar. Mm-hmm. Het is natuurlijk mooi als een bepaalde pokoe 8 miljoen streams haalt of zo. Maar bijvoorbeeld... Voor mijn vorige plaat, zeg maar, had ik Tentoos uitgebracht. Vind ik zelf een van de hardste tunes die ik heb gemaakt. Een underrated tune voor jou. Ja. Ja, en die heeft volgens mij nu misschien net 1 miljoen of zo. En het is een single. En dan, ja, het is niet dat ik daar wakker van lig of zo, zeg maar. Ik breng die tune omdat ik het echt hard vind. En mijn mensen ook. Ja. En dan, ja, gewoon zo, man. We doen het echt gewoon voor de liefde, zeg maar, weet je. Precies. Ja, is er wel al een gouden plaat? Is Weg van Hier goud, bijvoorbeeld? Nee, Weg van Hier... het liedje zelf? Ja. Die is volgens mij nu 8.4 of zo, man. Oeh, dus die zit aan Bijna, ja. Okay, ja. Maar dat is juist... Okay. Ik vind het, zeg maar, juist hard om op die manier goud te gaan, zeg maar. Want dan is het echt fanbase wat het goud laat gaan. Ja. In plaats van een hype of zo, snap je? Ja. Het wordt gewoon elke dag nog... Volgens mij 8.000 of 9.000 keer gestreamd, weet je. Dat is tering. Gewoon... Die poko is 3 jaar oud, man. Ja, ja, inderdaad. Ja, dat is een soort van als de derde single die je hebt uitgebracht. Ja. Toen, ja. Ja, man. Ja, toen we die hoorden, toen wist ik ook al van, ja, dit gaat... Ja, heel gek, heel gek. Ja, ja. Ja, ik niet natuurlijk. Ja. Want die andere poko's daarvoor gingen een paar T, zeg maar, weet je wel. En deze was ineens binnen een maand gewoon een milli of zo. Je hebt het, we komen daar ook in Roman trouwens ook nog wel op terug, maar dat je het eigenlijk... bijna binnen een jaar wel gewoon net geflikt op waar je nu staat. Ja. Dat is best bizar eigenlijk. Ja, dat is heel gek, man. Ik heb er zelf nooit echt... Ik ben heel nuchter van mezelf, weet je wel. Dus het is heel moeilijk. Ja, ik denk niet dat het alleen voor mij is. Maar het is heel moeilijk om ergens bij stil te staan op het moment zelf, zeg maar. Snap Voetballers je? Zeggen dat ook vaak, toch? Ja. Dat als je ergens in een groot stadion speelt, dat je op dat moment niet gaat denken... Nee. Wat ben ik nou eigenlijk allemaal mee bezig? Maar achteraf dadelijk, dan is het extra mooi. Ik had bijvoorbeeld laatst echt voor het eerst... ik had mijn eigen concert gedaan voor het eerst, eigen show. Vet. In Beurt, in Rotterdam. En dat was uitverkocht. En ik weet nog, mijn neefje, dat is mijn tourmanager ook. Mm-hmm. En we reden daar samen naartoe en ik was zeg maar de hele tijd flexie. En toen zag ik zeg maar op de navigatie nog 2-3 minuten of zo. Toen een keer tering. En toen begon ik al van, weet je... En dat was zeg maar, als ik er daar nu op terugkijk, is dat een van de momenten dat ik echt denk van, hey, dit is echt gek, man. Mm-hmm. Weet je? En dan op zo'n moment, als je op stage staat, ben je daar eigenlijk helemaal niet zo mee bezig, zeg maar. Dus ja. Dus, nee, dan ben je weer in modus, zeg maar, in de mode van het moet gebeuren. Automatische piloot, ja, man. Vond je optreden niet lastig op het begin? Want je zelf zegt, je bent een ontzettend nuchter persoon. Ja. En dan in één keer voor een volle zaal. Nee, zeker weten, man. Zeker weten. Ik weet nog, mijn allereerste show was op een feestje, zeg maar, van iemand. Ja. Er waren best wel wat mensen, gewoon 300 man of zo. En ik weet nog van, ik stond gewoon te trillen, man. Gewoon echt te trillen. Dat ik echt dacht van, ik ga gewoon knock-out dadelijk op stage, weet je. Toen ben ik maar een paar cupjes gaan doen, backstage, voordat ik op moest. En dat hielp wel mee, moet ik zeggen. Maar we zijn nu wel aangekomen, dat vaak drink ik niet, zeg maar, als ik op moet treden. Dus je leert er ook mee omgaan, weet je wel. Knap. Ja, ik vind het heel knap. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar je Spotify-rap. Van jou persoonlijk. Mm. Van wat je luistert. Jij bent inderdaad wel een guy die zeg maar, een super diverse lijst zou kunnen hebben. Man. Ja, pak hem er even bij. Mijn lievelings, of hoe noem je dat? Ja, zeg maar de meest beluisterde 5. Tune. Was, en die artiesten. Heb je dan zo'n 2 top 5? Ik ga even kijken, man. Misschien even kijken. Ik had in ieder geval 3 soldaten was mijn lievelings pokoe. Dat weet ik nog. Okay. Vorig jaar ook trouwens. Die is van 2 jaar geleden. Ja, toch? Ja, precies. 2 jaar op rij dezelfde pokoe. Een oude pokoe als... Even kijken, hoor. Nou, ik ben wel benieuwd. Is het voornamelijk rap of komt er ook gewoon Nederlandstalige muziek in terug? Nee, maar dat luister ik wel veel. Maar ik denk dat het zeg maar, het haalt niet genoeg om... Wat luister je voor Nederlandstalige muziek dan? Ja, Hazes sowieso. Ja? Okay. Ja, veel. Eigenlijk voor alles, maar ook Amerikaans. Gewoon jazz en dat soort dingen. Man. Oh, vet. Ja, maar gewoon Stevie Wonder en dat soort shit. Had ik niet per se verwacht. Nee, probeer me nou in te beelden in welke setting zit Cor, zeg maar, jazz te net luisteren. Net nog, man. Onderweg gewoon. In de waggie gewoon lekker jazz. I just call to say you, I love you of zo. Okay? Ja, man. Oké, okay, nummer 1 was Hef. 2 was Cor. 3 was Campy. 4 Joey AK. 5 Kevin. 8. Ja, man. Campy vind ik ook helemaal bij jou passen. Ja, zeker man. Campy is, ik zeg het ook vaak in interviews, man. Hij is voor mij nummer 1. Vet. Alle tijden, ja, man. Oh, wow. Nou, ik weet nou niet of ik zeg maar of ik of dit slecht is van mezelf, maar is er al een poko met Campy? Ja, man. Hoe heet die poko? Geluk. Geluk. Is dat de enige?
Die staat op album, toch? Op wel. Het eerste album staat. Ja, ja. Oké, het eerste album. Man. Ik wou net misschien zeggen. Is dat de enige. Even kijken hoor. Oh nee, en ik heb een pokoe met hem voor hem uitgebracht, man. Ook een single met Hef. Oh, ik weet ook welke dat is. Toch? Volgens mij is dat een cover met een politiebus of zo. Ergens op straat, ja, iemand wordt aangehouden. Ja, ja. Ja, die nee, toen en geluk, had, want die foto's van een heel onderzoek, een heel crimineel onderzoek of zo, waar jij weer het verhaal van wist. Die foto van die cover. Ja, ik weet niks. Helaas. Ja, er gebeurt wat hier in Brabant. Ja. Ja. Er gebeurt hier genoeg. Stel mij wat. Ja. Hey, maar ik wil over die top 5. Ik vind die top 5 wel echt een gekke top 5. Wat soort van... Ja, niet dat het echt is dat je jou bijvoorbeeld terug kan halen uit de andere artiesten die daar staan. Maar het maakt op zich wel sens in mijn hoofd, zeg maar, dat het Hef, Campy, Joey en Kevin zijn, zeg maar. Qua, ja. Wat jij tof zou vinden. Ja, ja. Dat vind ik wel hard. Mooi. Ja, Joey 5. Ook sowieso, man. Joey ook. Ja. Het is een heel gek verhaal. Heb ik het volgens mij nog nooit verteld ergens. Ik heb Joey ontmoet in The Bias, man. Voordat, in The Bias? Ja, toen maakte hij al muziek en ik nog niet. En we hebben samen gezeten in Lelystad, man, een tijdje. Dus dat was wel gek, zeg maar. Omdat ik ook wist waar hij maakt muziek. Dus ik schreef toen al en gewoon a cappella en zo. Maar hoe wist je dat hij muziek maakte dan? Ja, je bent wel up-to-date, zeg maar. Hij had gewoon al dingen uit. Ik had ook wel een telefoon af en toe en weet je wel. Ah ja, hij had al dingen uit. Hij was zeg maar, dat was echt in die tijd van First Day Out en zo. Ja, precies. Ja, man. Dus toen ging ik ook altijd, samen met hem rappen ook. Of altijd, gewoon wel eens. En ja, zodoende, man. Maar hoe kwam het dan, zeg maar, dat jij op dat punt wel al aan het rappen was, zeg maar voordat je naar binnen ging niks had uitgebracht? Was je toen ook al aan het rappen voordat je naar binnen ging? Ja, schrijven. En in de trap of zo, een beetje freestylen. Maar we hadden gewoon een ander leven toen de tijd. En het paste er gewoon niet bij, zeg maar, snap je? Ja. Nou ja, je eerste 1-1 bars, dat denk ik toch een voorbeeld van dat je eigenlijk nog met bivak op wilde rappen. Ja, precies. Ja, ja man. Rotjoch had je gezegd van laat die afdoen. Bivak. Ja, we hadden zeg maar volgens mij 1 pokoe of zo gedaan. Toen had hij die sessie gestopt. Toen heeft hij me apart genomen. Toen zei hij tegen mij, bro. Hij zegt, ik zou het echt niet zomaar zeggen. Hij zegt, maar ik hoor gewoon echt de potentie. Hij zegt, en ik beloof je, als je je zaal afdoet, je gaat het halen. Je weet toch? Wauw. Toen heb ik dat gedaan en uiteindelijk heeft het gewerkt ook, je weet toch? Dus... Ja, je vader was daar ook in Rokos toch ontzettend dankbaar voor tegenover, ja, Rotjoch, van ja, anders man. Was het nooit geweest waar het nu nee, is. Nee, precies, zeker weten, man. Ik heb tot op de dag van vandaag met Rotjoch ook echt een hele goede band, man. Dat snap ik. Het is een heel puur persoon. Ja, super, moeilijk om het begin op doorheen te prikken, maar uiteindelijk, nee, omdat maar er zo'n laag gewoon, voor zit. Hij is super echt, man. Ja, dat. En als dat je hem zo behandelt, ga je dat gewoon terugkrijgen. Inderdaad, dat is gewoon een man van eer, je weet toch? Ja, inderdaad. Zo, we hebben toen ook lekker wijntjes zitten drinken met Rotjoch, joh. Ja, dat kent hij wel. Ja, dat kan hij wel. Hè? Ja, dat kent hij wel. Ja. Ik stel voor dat wij doorgaan. Ja. Je hebt misschien gezien, vorige week hadden we Kingsize in de podcast. Ik heb het voorbij zien komen, ja. Precies. Niet gecheckt, maar... Hij is dus nu bezig met een Bars for Days-series. Ja, die heb ik ook gezien. Dus inderdaad, deze week is er een part 14 uitgekomen. Ja. Weer super hard. Een dikke Assassin's Creed line had hij erop. Ja, Assassin's Creed Odyssey. Ja, ik heb nooit Assassin's Creed gespeeld. Ik wel. Maar ik weet, jij bent Assassin's Creed fan. Leuk spel. Dus, ja. Ken je het niet? Ik ken het, maar ik heb het nooit gespeeld. Heel leuk spel. Ja. Ik wil jou wel eens uitdagen om op die beat te gaan rappen. Op welke beat? Op die Bars for Days beat. Die worden altijd vrijgegeven erbij, dus dat is een soort van challenge. Dus kleine kans, maar... Ja? Ja, joh. Nee joh, ik maak gewoon muziek. maar je hebt de tune geluisterd en wat vind je zo al van Kingsize als je zo naar zijn muziek luistert? Ik ken hem sowieso al heel lang ook, zeg maar zijn muziek. We hadden vroeger een jongen uit de wijk Looney. Mm-hmm. Ik weet niet of je daar ooit iets van hebt meegekregen. Zeg me wel zeg iets. Maar, ja, maar, dat is al heel lang geleden. Nou ja, ik denk weer aan Loopy, maar dat is Amsterdam, dus dat is niet... Nee, Looney. En hij had, ja, dat was gewoon een jongen van de buurt toen de tijd. En hij had een tune toen met Kingsize uitgebracht. Dus ik praat echt over 10 jaar geleden of zo. En toen hoorde ik al van deze man is hard. Hij kan echt rappen, je weet gewoon. Ja, toch? Dat is iets wat tegenwoordig niet heel veel meer voorkomt, zeg maar. Op die manier, weet je. Hij kan gewoon echt rappen, man. Dat is echt hard. Ik heb hem voor het eerst ontmoet bij Sam's Kiezer Show. En toen had ik hem ook gelijk gezegd backstage van bro, je bent echt hard, man. Mm-hmm. Weet toch? Vet. Ja, man. Hij is echt hard. Ja, craft appreciating craft. Hij is een van de beste rappers die alleen maar geeft ook om de sport. Want hij gaat, ja, man. Zeg maar, kijk, met jou ook, hoe jij bent ontwikkeld naar ook gewoon bredere muziek, breder luisterbare muziek kunnen maken. Zeg maar, iets komt met een commerciëler randje. Zeg maar, Kingsize is niet die guy die dat gaat doen, maar gewoon hoe hard hij kan rappen. Ja, hij kan echt rappen, maar je moet echt luisteren. Je kan er niet op haten, zeg maar. Snap zou je met hem op een track willen? Ik zou wel, als hij me zou vragen, zou ik wel een pokoe met hem maken, denk ik. Lijkt me heel hard, eerlijk gezegd. Tuurlijk, hij kan echt rappen, man. Ja, maar jij ook. En ja, we komen er daar nog op terug over...
Ja, ik heb eigenlijk iets moois. Moet ik nou niet doen. Nee, ik heb gewoon iets moois in mijn hoofd. Dat ik, laten we doorgaan eigenlijk naar Killer Camel. Die is dus terug, en dat vind ik dus weer heel vet, met een track over Geert Wilders. Ja. Hoe kan het ook anders? Ja. Die man is dus ooit aangeklaagd geweest als een van de weinige rappers, volgens mij, door Geert Wilders, omdat hij hem ergens had onthoofd in een videoclip. Ja, had ik gezien, joh. Oh, wauw. Ja, dus dat, ik vind dat ergens wel, dat ik denk, oké, vet. Ja, het verbaast me. Ik had niet verwacht dat Killer Camel ooit nog terug zou komen, zeg maar. Ik heb het nooit echt geluisterd of echt tof gevonden of zo, maar het verbaast me. Ik wel, man. Ik ook. Want zeg maar, kijk, in alle gekte zit zeg maar wel een message soms, snap je? Bijvoorbeeld, ken je die pokoe What a Junk? Ja, volgens mij wel, ja. Super rare tune eigenlijk, zeg maar. Als je echt ernaar gaat luisteren, zeg maar, is het gewoon wel wat hedendaags gewoon veel gebeurt. Nou, het is dat rare stemmetje wat het moeilijk maakt, snap je? Ja. Dus hij zet een heel raar, stereotyperend Marokkaans stemmetje op, waardoor het niet serieus te nemen lijkt. Maar wat jij zegt, het diepere bericht eraan. En er is een prachtige mural in Eindhoven voor Killer Camel. Ja? Als je heeft hij een mural? Ja, dus als je bij de IKEA daar... Je bent er vast wel ooit geweest, toch? Je hebt die IKEA bij Eindhoven waar je onder dat viaduct doorgaat. Geen idee, man. Zet ik weet een hele mural van Killer Camel. Heel vet. Ja? Ja. Dat is wel hard. Maar zeg maar, de jarenlang is het toch al van wie is Killer Camel en dat mensen denken dat het Timon is. Ja. Maar dat is ook gewoon toch oud in de open tegenwoordig? Of niet? Nee, ik weet niet wie het is, man. Want als je gaat kijken gewoon naar het label wat het liedje uitbrengt, is gewoon Timon. Iedereen zegt dat het Timon is. Ik weet niet wie het is, man. Ja, dus ik... Zeg maar, het moet wel Timon zijn, want Timon brengt de muziek uit, zeg maar. Daaronder staat gewoon Timon. Ook alle oude releases staat nou gewoon Timon onder, zeg maar. Ja, maar daarom is dus ook die Eindhoven-connectie, toch? Dus Timon is Eindhoven, Fresco is Eindhoven, Killer is Eindhoven. Ja. Of Gino Pietermaai. Maar ik vind het wel vet dat je dus... dus nu in wat er allemaal gebeurt, politiek zien, dat je dus met muziek erop kunt reageren. Ja. We hebben ook niet echt andere artiesten die, zeg maar, in die spotlight staan, die zich daar echt over... uitspreken in muziek toch. Ik snap het als artiest zijn op zich wel. Ja. Maar er zijn niet echt... er zijn niet echt A-artiesten die politiek geladen pokus droppen. Nee. Inderdaad. Zeg maar. Ik denk ook niet dat wij ons daar goed genoeg mee bezighouden om daar echt een mening over te kunnen verspreiden, zeg maar. En het wordt al heel snel corny, toch? Dus het is heel moeilijk om je politiek... Ja, ik denk als je iets... Ja, het is voornamelijk gebaseerd op een mening ook, toch? Ja, precies. Dus dat is zo, ja... Ik denk, als je zeg maar over zulke dingen wil bemoeien, moet je wel juist de informatie verspreiden voordat je je mond opentrekt. Ben ik het echt helemaal mee eens? Ja. Dus ja, dat is mijn reden in ieder geval. Zeg maar. Ben ik het mee eens? Ja, hey Wout, we kunnen eigenlijk doorgaan naar het volgende punt. En dat is eigenlijk dat deze aflevering mede mogelijk gemaakt wordt door Tomorrow's Hype. Ja, en... Kok, we hebben jou in de episode, we hebben voor het eerst gewoon, we hebben een sponsor, man. Mijn outfitje is gesponsord. Dus bij deze blauwe trui, ik dacht, deze match met Pasta Aux. Ik ben wel van de beige broeken. Dus we zitten lekker in Tomorrow's Hype. Jullie zien de doos daar. En met dat hebben we natuurlijk ook gewoon een cadeautje voor Cor, natuurlijk. Ja, dat is altijd goed. We kunnen onze gasten niet niks geven. Dat is altijd goed. En toevallig is het ook een great tracksuit, zoals je nou aan hebt. Ja, top. Maar dat is voor jou. Oké, hard man, thanks. Ja, ik ga checken, man. Een mooi pakketje van Tomorrow's Hype. Welke maat? We hebben Emmetje gepakt, Emmetje. Meidje. Moet het doen, anders gaat het gewoon naar iemand in de buurt. Als je Elletje nodig hebt, we hebben ook Elletje, toch? Ja, ik heb vaak bovenkant L, onderkant M. Nou, doen dat. Ja. Wordt altijd geregeld. Gaan we die combi regelen. Leg deze dan even weer hier neer. Toppie, man. Dankjewel, man. Ja, graag gedaan. En om door te gaan daarop, want nou gaan we naar de releases. Ja, inderdaad. Deze week is de cover van de Paas de Aux playlist die jij al kunnen checken. Waar ook nieuwe nummers in staan. Waaronder die van Cor. Le Blanco, een jong talent met als logo de haai. De haai, en toevallig komt dat mooi uit met onze sponsor deze maand. Tomorrow's Hype, die als logo. Staat dat ook op die trui dan? Haai hebben. Ja, man. Een haai, ja toch? Dus haai, dat matcht mooi. En als je het... de koffer gepakt van de Paas de Aux playlist, krijg je meteen een mooie Tomorrow's Hype item toegestuurd. Dus Le Blanco, daar komt een mooie Tomorrow's Hype item naar jou toe. De bio van onze playlist is ook de sound van morgen, zeg maar. Dus Tomorrow's Hype past daar perfect bij. En daar mooi op doorgaan hebben we natuurlijk... Deze gaat naar Le Blanco. Le Blanco, man, deze komt naar jou toe voor je nieuwe EP, man. Gefeliciteerd. Plus ook zo mooi op die rond. laten we doorgaan eigenlijk over die EP. Amberes heet hij. Belgische hiphop, man. Ja. Zeg het maar. Heb jij iets van Le Blanco gecheckt? Nee. Ken je hem? Ik heb hem voorbij zien komen, ja. Wat vind je over het algemeen van Belgische hiphop?
Ja, één iemand vind ik wel hard, dat is Dikke. Ja, toch? Dat wil niet zeggen dat ik de rest niet hard vind, maar ik heb het niet gecheckt. Dus, maar Dikke vind ik hard, man. Veel mensen hebben wel moeite met het accent. Hoe sta jij daar? Ja, dat snap ik wel. Dat snap ik. Maar het heeft ook wel iets, toch? Ja, toch? Karakter of zo. Net zoals Britse hip-hop en Amerikaanse hip-hop, dat mensen daar moeilijk mee hebben. Ja, nee, dat snap ik ook. Dat snap ik ook. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik het eigenlijk wel jammer vind dat jij LeBlanco niet hebt gecheckt. Want ik denk dat je LeBlanco misschien nog harder zou vinden dan Dikke. Eigenlijk. Want LeBlanco is echt havenstad, ook Antwerpen. Ja, shit waar hij over rapt, ik denk wel dat dat zeg maar in jouw straatje zou passen van wat je tof vindt. En ik ben dus wel benieuwd eigenlijk, Ralf, of jij een paar dingen hebt van LeBlanco's album, wat je de highlights vond van zijn EP bedoel ik. Nou, we hadden natuurlijk, er stonden best wel veel nummers op die al uit waren en zijn. De EP heet Ambers. Wat, als ik me niet vergis, staat voor ruzie in het Belgisch. Ja, maar ik dacht ook gewoon ergens dat het weer een vervorming was voor Antwerpen of zo. Maar... whatever. Ik zal er vast wel op gecorrigeerd worden door Belgen. Ik vond de tune 110, 120 heel hard. Ik vond de tune met Jaga heel hard. Eigenlijk alle tunes die nog niet uit waren, vond ik heel hard. En zijn ook heel erg op me gegroeid. Maar ik had graag een remix gespeeld van Elastiek. Oeh, ja, daar hoor ik je helemaal in. En ja, ik denk ik weet dat niet dat waarom wel, die er niet is. Dat was wel die extra stap geweest. Maar we hebben nog een spraaknemer van hem ook, hè. Dus Cor, als je wil, kun je headset even opzetten. We hebben nog een klein stukje van LeBlanco die praat over... Dat zijn die op WhatsApp, hè? Ja. Oké. LeBlanco over zijn EP... Hey, wow, LeBlanco is een GC. Dikke shout-out naar jullie pas de AUX. Mijn eerste tape is uit EP, Amberis. Voor de mensen die hem nog niet hebben gestreamd, ga hem streamen in het dikke buik. Ik wil iedereen bedanken die aan deze project heeft meegewerkt. Ik wil Team Jaga sowieso bedanken. Ik wil mezelf bedanken, de mensen die achter mij staan bedanken. De straat bedanken, de buurt sowieso. Major love. Merci la zone. Hey, Wout. Zit die aan de potverdorie? Wout, jongen. Hey, merci la zone, man. Is van jullie major love. Jullie delen met veel. Sowieso liefde naar jullie, man. Ga je dingen alles op eten. En over de EP zelf. Ik heb niet gelijk een favoriet. EP aan Beres. Alle tracks waren ijzersterk. Maar ja, man. Wat vonden jullie de favoriet? Laat maar weten in de comments. En ja, man. Nog een dikke SO na pas de AUX. Ciao. Hij maakt wel mooi pasta uix van. En hij zei, hij checkte mij nog even. Ik had deze nog niet geluisterd voor de podcast. Ik ook niet. Hey, Wout. Hey, maar ik wil wel een shout-out doen aan LeBlanco. Dat hij ooit in onze podcast gaat komen, acht ik niet heel. Maar ik vind hem wel heel hard. En hij inderdaad, daar, bro. We hebben hem daar opgehangen. Omdat wij hem oprecht een van de beste jongboys vinden van nu gewoon. En ik vind deze EP is wel goed in elkaar gezet. Ook gewoon met dat commerciële randje. Maar ik wil eigenlijk LeBlanco wel gewoon... Nou, ook even op een tip horen dat hij alleen maar gewoon... rapt. Misschien met Cor op een track, man. Het zou hard zijn. Ja. Right, laten wij doorgaan naar de volgende. Moola B kwam met zijn nieuwe tune Blokkie geprikt. En dat moet jij hard blokken vinden. Blokken pikken. Blokken, wat is het nou? Blokken pikken. Ja. Dat moet je hard vinden. Ja, ik heb het geluisterd. Ik vind Moola sowieso super hard, man. Dat is ook een van de weinige, zeg maar, die ik vroeger al luisterde, zeg maar. Moola is uniek, man. Moola is gek. Wilde beste tijden. Ja, man. Want, ja... Ik denk dat er geen artiest in Nederland is zoals Moola. Nee, zeker niet. Het nieuwe album zit er nou ook aan te komen. En zelfs Goldman staat erop. Is volgens mij al naar buiten gekomen. Ja, één featuring van Goldman. Wat als jij mag kiezen, Cor? Je mag een tune maken met een artiest die niet in hip-hop zit. Dus niet een zangeres of zo. Ja. Maar gewoon net zoals als Moola nou gaat doen met Goldman. Wie ga jij kiezen? Oh, zo. Dat is een goede vraag. Ja... geen idee, man. Het lijkt me wel vet als je met een echte ouderwetse volkszanger... Ja, daar zat ik ook aan zelf aan te denken, maar wie moet je dan benoemen? Zeg. Ja, Hazes is natuurlijk vet. Want je zegt net al voor de podcast dat je of net tijdens de podcast al dat je Hazes luistert. Maar die leeft niet meer, dus dat is lastig. Nee. Hoe heet die guy nou die Engelbewaarder heeft gemaakt? Dan? Marco Schuikman. Nee, maar dat gaat niet passen. Ik ga niet werken. Nee, man. Nee.
Nee, een echte ouderwetse kroegzanger zou mooi zijn. Ja, ik zou dat ook. Ja, ik zou het hard vinden. Maar ja, dat is iets waar ik nog nooit over na heb gedacht. Met wie heeft Kleine dat een keer gedaan? Want Kleine heeft toch ook met Tino Martin, toch? Is Tino Martin. Ja, ja, ja. Harde tune, hoor. Ja, ja. Daarom. Ja, dat is wel. Ja, dat is harde tune. En dan die clip is ook op de straat van Amsterdam en zo. Ja, dat is harde tune. Zeker, man. Maar ik vind het wel een mooie vraag, want als je kijkt naar het plaatje wat jij voor jezelf en met de Ark nou hebt uitgebouwd, ja, daar is wel potentie voor. Whatever tune je zou willen maken. Ook ja. Zo'n collab, zeg maar. Ja, ja, ja. Dan moeten we wel heel diep graven, hoor. Dat is heerlijk zo. Het lijkt me wel grappig. Ja. Lekker met een biertje erbij ook. En wie dat weet, wel, dat sowieso, dat sowieso. Wie weet, er is nog tijd. Hè. Dus je hebt nog jaren genoeg in de carrière zitten. Dus, ja, ik denk met die line ook lyricale crackgeschiedenis wat dit album, ja, zullen we zeggen, gaat brengen van Moola. Ik kan zomaar album van het jaar worden. Ja, hij is gek. Die man is gek. Hij is verder dan de tijd ook soms. Nee, maar dat is een line van hem. Dat zeg je expres. Nee, maar dat is, zeg maar, ja, dat is gewoon wat het is, zeg maar. Altijd van, verder dan de tijd. Dat hij, je toch ook die soort zang wat hij nu en zo erin brengt. Van, het is gedurfd ook, snap je? Maar ja, je kan ook gewoon voortborduren, zeg maar, op wat je al hebt neergezet. Maar hij neemt wel gewoon het risico om... Met de, wat was de laatste die pokken wat hij had uitgebracht? Zo, die love tune? Ja, Ik denk soms aan jou, heet hij zo? Ja, of is hij net iets anders? Ja, supergek. Ja. Supergek. Maar dat luister je ook? Ik heb het geluisterd, zeg maar. Het is niet, ik luister, ja, ik zeg je eerlijk, maar het is dat je die top 5 ziet. Maar ik luister ten eerste niet heel veel muziek. En ten tweede, ik neem nooit echt de moeite om bepaalde shit te checken, eerlijk gezegd. Maar. Zie je dat dan niet als je, stel je luistert niet veel muziek als artiest zijnde. Sommige mensen zien het als een kracht, sommige mensen zien het als een zwakte. Hoe zie jij dat? Want je kunt je eigen dan... wel laten beïnvloeden door andermans muziek. Ja, ik zeg je eerlijk, weet je wat het is? Wij stappen in de auto. Ja. En dan zet ik gewoon muziek aan wat ik al ken, zeg maar. Die top 5 wat je daar ziet, ja, dat zijn waarschijnlijk albums van 4 jaar geleden en zo. Snap je? Het is niet eens hedendaags of zo. Ik kies gewoon voor de makkelijke weg. De jongens haten me ook vaak voor mijn YouTube-pokus. Gewoon met Green Gang uit 2009 en zo, snap je? Wat was jouw lievelings cd'tje vroeger in de bak dan? Als je een cd'tje mocht kiezen, welke draaide je? Ik denk... voor mijn laatste straf, denk ik, Jason Day, man. Jason Day? Ja, van Jaga, man. Ah, ja, 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 ja. Heel veel van geluk. Of hoe je die 5 voor 12 en Campy sowieso, man. Ja, ja. Ja. Die moet je luisteren als je vast zit. Ik ben er ook aan het denken van, zit daar ook Heineken tussen? Van die oude pokkers die je luistert? Ik weet niet ja, natuurlijk, sowieso, man. Ik heb een hele goede band ook met Heini. Ja? Ja, man. Ik zie hem bijna elke zaterdag. Oh, damn. Ja, man. Ik ben laatst echt op een down the rabbit hole, zeg maar, gegaan van Heineken pokus. Heb ik alleen maar Heineken zitten luisteren voor 2 dagen. Man, ja, weer even besef een momentje van, het is niet, zeg maar, hij wordt niet vaak genoeg genoemd. Als je kijkt naar mensen die zo hard waren en die shit deden. Ja. Maar ik kies daar ook zelf voor, snap je? Weet je toch? Zeg maar, er is ook niks over, dat is allemaal niet op Spotify gezet, dat is allemaal, maar het is fucking hard gewoon. Ja, je merkt hard, zeg maar, met veel artiesten, of ja, niet veel, een aantal artiesten van die tijd, dat ze zeg maar echt voor hun flowers komen. En Heini heeft het gewoon gedropt toen de tijd. En die hoor je er nou gewoon niet meer over, zeg maar, snap je? Ja. En dat vind ik ook karakter. Uniek heeft dat ook, ja, weet ja, vind ja, ik. Ja, ja. Uniek heeft dat ook heel erg. Ja, precies, ja, man. Dat die, en daar mag wel meer over gesproken worden, dat er gewoon dat hij dat heeft gedaan. En ook vanuit jezelf, man. Ja, maar dit heeft ook wel iets als je daar zelf niet... dat zei Kingshuis vorige week ook. Je moet niet zelf hoeven te zeggen de hele tijd dat je een GOAT of een legend nee, bent. Of een OG. Maar toen dropte hij wel meteen weer een bar dat hij de beste was deze ja, week. Ja, maar precies. Dan, je mag een bar droppen dat je de beste bent. Maar je moet niet dan vervolgens zelf de hele tijd jezelf zo hoog praten. Wat lekker normaal doen. Wij gaan lekker wachten op het album van Moola. En dan gaan wij ondertussen door naar Yves Laurent en Jordi Money. De Terminators. Ja, dit zijn twee goals. Ik heb het niet gecheckt, man. Ik vind het, zeg maar, als ik dit hoor, dan denk ik van ja, een pokoe van Cor met Yves of Jordi zou echt werken, denk ik. Is er ook al, hè? Ja? Ik ben niet op de date. Wij zijn nu op de date. Hij zit al sinds vanmorgen bierjes te drinken. Je weet helemaal niks, joh. Maar oké, nog één dan. Ja. Dus we zijn met z'n tweeën nou op die... Die tag team, ze hebben nou 2 tunes in 2 weken of 3 weken uitgebracht. Wielen van de Bus vorige week. Ja. En nu deze. Komt dus gewoon een album aan. Ik heb het lyric van de week uit deze track ook. Ja, laat dus als je even je koptelefoon opzet, dan heb ik mijn favoriete lyric uit de track van Yves en Jordi Money. We discussiëren over redenen waarom ik lang van huis ga blijven. Inmiddels kan ik Duits lezen, spreken en schrijven. Mijn kop gaat kapot wanneer ik terugdenk aan die tijden. Mijn kop gaat kapot wanneer ik terugdenk aan die tijden. Ik vond dat gewoon... Wat betekent dat dan? Ja, dat zijn hoofd kapot gaat als hij terugdenkt. Okay, ja, mijn kop, dat is gewoon Duits.
Natuurlijk is het daarover de tijd dat hij in Duitsland vast heeft gezeten. Maar deze pokken zat eigenlijk vol met lines. Ja. Je schooit altijd van die lines die... Je moet nadenken. Ja. Draai om je oren geven als je... Dat was ook een line, toch? Zou je eigenlijk een draai om je oren moeten geven als je dingen tegen je vrouw vertelt? Ja, 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 okay, ja. Nou, de line. Ja, als je dingen met je vrouw bespreekt, inderdaad. Het is, ik had niet verwacht dat ze weer met de track zouden komen samen. Het werkt, zeg maar. En ze zijn allebei op die tip van gedetailleerd, ja, zeker, shit uitleggen. Ja. En ja, ik ga er heel goed op. We hebben nog een spraakmemootje, maar dat doe ik even zo. Maar die is maar heel kort. Je kunt beter gewoon inknippen. Ik ga dat niet eens uitleggen. Als je weet, je weet. Sharon, naar jullie ook. Mors. Ja, laten wij doorgaan naar Ashafar. Nee, nee. Ik vond het wel... Je hebt deze tune ook geluisterd, zijn, ja, hè? Ja, die heb ik wel gecheckt, ja. Ik vind Ashafar wel een harde rapper. Maar ik wil eigenlijk wel dat er nou iets meer gaat komen of zo. Ik vond dat deze wel een soort inhoud had of zo. Maar. Ja, had wel inhoud. Ja. Maar sinds hij weg is, zal ik maar zeggen, bij Yo Silvio... heb ik niet meer idee dat hij hetzelfde gas geeft... als dat hij toen dat hij bij Hella Cash had. Kijk, ik hoor wat je zegt, maar hij heeft wel Mafia met Baby Gang gedropt... en hij heeft nog een pokoe met Morad gedropt... wat wel gewoon van mij echt top pokoes van Ashafar zijn. Dus ik ben niet, zit me niet daarmee. Ik weet niet of je bijvoorbeeld die hebt gewoon met Baby Gang van hem... Maar dat is, ja, ik vind dat gekker dan dingen die mensen in Nederland doen. Zeg maar, zo'n internationale collab voor Europa, Baby Gang, is fucking hard. Wat wil jij een internationale collab doen? Ik weet niet, man. Ik denk daar allemaal nooit over na, joh. Nee? Nee, joh. Ik stel jou je vragen waar je nog nooit eerder over na hebt gedacht. Joh. Ja, dan zou ik bijvoorbeeld Lacrim of zo kiezen, man. Hard, ja, dat vind ik heel hard. Ja, dat zou ook echt werken. Ja, ken je hem? Ja, natuurlijk, en ik lag hier mee. Zeker, zeker, zeker. Hard rapper. Ik vond deze pokken van Ashafar ook gewoon sterk. Hoor. Ik ook sterk, maar niet dat Hella Cash niveau sterk. Nee, maar ik weet niet waar hij naartoe aan het bouwen is. Want het is wel de cover art van dit is weer veranderd naar een soort van een andere template. Dat je ziet dat het een nieuwe soort release planning wordt. Dus ik denk dat dat nu is. En ja, ik ben benieuwd. Ik ga ervan uit dat het wel iets Europees heeft en Nederlandse FT's. En daar ben ik sowieso enthousiast voor. Zeker. Laten wij doorgaan naar waar Cor hiervoor is natuurlijk. Cor dropte deze week een tune, Wantrouwig. En ja, dit is een van de, hoe ik het eigenlijk in mijn hoofd heb, zijn er drie versies van Cor. Je hebt boze Cor, je hebt hitjes Cor en je hebt Cor die gewoon heel blij is en heel mooi kan rappen over het leven. Ja. En dit is voor mij de derde versie. Dus jij hebt hier gewoon hele mooie zinnen over het leven. Ook dat je moeite hebt met geld en zo, het uitgeven van geld. Dat ik denk van, hey, dit zegt niet iedereen. Nee, ja. Dat is een heel, dus jij zelf heel kwetsbaar opstellen. Ja. En dat hoef je niet te doen, maar je doet het wel. Ja, ik ben gewoon eerlijk, maat. Moet je, ja. Ja, maar het is lastig om zoiets te zeggen, want de meeste rappers praten over het heel veel hebben van geld en het altijd uitgeven van geld. Ja. Maar jij zegt van, je zegt gewoon eerlijk waar het op staat. Ja, ja, ja. Dat is wie ik ben, toch? Ja, maar voor jou is dit niet gek en dat vind ik het mooi. Nee, ja, maar waarom zou ik in de studio gaan lopen zeggen dat ik 500.000 heb, terwijl ik dat niet heb, zeg maar. Bewijs van, hè, ik zeg maar wat. Ja, maar het gebeurt wel veel. Ja, dat moeten hun weten. Ja, precies. Als jij uiteindelijk op je bek gaat, weet je wel. Ja. Dan is het aan jou, toch? Maar deze hele tune, hoe is dit gekomen en waar bouwen we naartoe? Ja, dat is eigenlijk wel een leuk verhaal, man. Ik had natuurlijk Met Liefde uit de Wijk uitgebracht. Ja. En dan, nou ja, dan neem je even een maandje, bij wijze van spreken, rust. Naar mijn eigen show, bla bla bla. En uiteindelijk dan ga je weer naar de studio. En dan ben ik zeg maar heel onbewust ermee bezig. Van okay, weet je toch, die album was super gek. Hij is gek gegaan. Nu moet je zeg maar weer presteren, weet je wel. En daar zat ik zeg maar zo erg in vast. Mm-hmm. Dat ik eigenlijk vastliep. Ja. Puur door die gedachte. En toen had ik het... nou ja, ik weet niet. Ja, mensen zullen het hebben een beetje hebben meegekregen. Maar ik had ook een rechtszaak. En ja, ik zat gewoon met heel veel dingen. Snap ik. En eigenlijk de dag voor die rechtszaak had ik het met Jiggy erover. Ik heb gewoon veel contact met Jiggy. En toen zei hij van, maat, hij zegt, ga gewoon rappen. Weet je toch? Rap het van je af. Rap gewoon. Ja. Weet je, wat het dan ook is. Of het nu dit is, deze situatie of wat dan ook. Rap gewoon, zeg maar. En zeg maar, de dag voordat ik toen naar de studio ging, had ik, deze is met Ilias, sowieso SO naar Ilias. Toen zei hij ook tegen mij, zeg maar, van, maat, wees gewoon jezelf en rap gewoon, zoals je altijd hebt gedaan. En toen ben ik eigenlijk naar de studio gekomen en toen had hij deze beat. En het ging eigenlijk gewoon vanzelf, man. Gewoon die pokoe gefixt in 2 uurtjes en weer naar huis, man. Ik vind Ilias wel een iemand die we vaak vergeten als het gaat om beats. Ilias is een van de hardste, man. Kom op, hij heeft een hele generatie bepaald. Tuurlijk, met hiphop. Zonder Ilias op de beat was hiphop nu niet waar zeker het was. En dat durf ik best te zeggen. Zeker weten. Met Wilde Westen. Maar wat je net zegt vind ik wel heel mooi. Geeft eigenlijk aan dat het album voor jou
een blessing en een curse was. Zo zeg je dat toch? Ja, maar het gebeurt elke keer wel een beetje, zeg maar. Ja. Je raakt soort van, althans als ik het over mezelf heb. Ja, je gaat zeg maar te veel nadenken bij wat je aan het maken bent. Ik vind het zo mooi dat jij zo open over bent. Ja. Heb je hier Kev ooit voor gecheckt? Of hierover, met hem hierover gehad, zeg maar? Want ik heb het idee dat hij daar ook vaak over praat in zijn muziek. Als hij terugkomt met een album. Dat het bijna elke keer altijd ook zo'n topic aanslaat. Van dat hij zit met zich afvragen van wat hij moet doen. En hoe. Ja, Kev, ik krijg vaak alleen maar preken van Kev, man. Kev zegt tegen mij van, weet je, ik ga weinig naar de studio en zo, weet je. Yeah. En hij zit, qua dat zeg maar, zit hij echt op mijn huid van, vriend, ga gas geven, weet je. Het is jouw moment, zeg maar. Laat het niet liggen, weet je wel. Mm-hmm. Dus ik zie Kev sowieso heel vaak. En dan bijvoorbeeld bij Woei in de straat, dus de Hoogstraat. Yeah. Daar zit ik regelmatig dan op een terrasje, zeg maar. En dan komt Kev aanrijden. En dan ziet hij me en dan komt hij uit de wagen en zegt hij, ja, wat ben je nou aan het doen, weet je, kon je niet beter naar de studio gaan, inderdaad, je weet toch. Dus wat dat betreft zit Kev wat meer op mijn huid, zeg maar. Gewoon puur om van, ga naar de fucking studio, man, je weet toch. En werkt dat ook bij je? Ik waardeer het dat hij het zegt, laat maar zo zeggen. Als ik er iets mee doe, is het tweede. Ja. Maar ik waardeer, je weet toch, het laat zien dat iemand het beste met je voor heeft, je weet toch. Mm-hmm. Dus, maar het is wel mooi, want je hebt ook letterlijk een line in deze pokoe dat je zegt dat je niet genoeg naar de studio. Oh ja, klopt, ja man. Ja, ik ben echt, ik ga gewoon soms wekenlang niet naar de studio, man. En een line over je Safari Air Max Ones. En mijn Air Max Ones, dan slaap het mij aan. Ja, precies, als je het line drops over sneakers, dan komen ze hier ook wel in de podcast. En nog een line die ik wil benoemen, en daarom hebben we die EP er, of die LP er ook hangen, want dat is Jiggy J. Ja. Want je rap volgens mij Cornelis... Chiggy J, de zoon van Chiggy J, mijn achternaam is Ark. Ja, man. Zoiets? Zegt die line goed? Ik zeg Cornelis Jiggy's zoon, maar mijn achternaam is Ark. Ja, man. Kan je iets zeggen over die line? Waarom, zeg maar, want je preacht dus, zeg maar, van dat je Ark bent. Heel veel rappers vinden zichzelf belangrijker dan een label, bijvoorbeeld. Maar... Nee, ja, ik kan gewoon de Ark, zeg maar, heel erg waarderen. Ik zeg ook nooit topnotch. Sorry, Kees. ik ben gewoon echt Ark, weet je, zeg maar. En ik heb bijvoorbeeld Serena, dat is mijn projectmanager. Ja, die mensen hebben gewoon echt hard voor de zaak, weet je. Dat is gewoon... het is zeg maar iets waarvan ik denk dat het zeg maar niet veel voorkomt in deze industrie, zeg maar. Dat weet gewoon ik wel zeker, de oprechte liefde en oprechtheid en de energie die mensen zeg maar in jouw werk stoppen, zeg maar. Ja, dat is voor mij gewoon heel uniek. En ik ben zeg maar bij Ark gekomen ook op een moment dat het zeg maar allemaal nog... niet onzeker was, maar voor mezelf gewoon dat ik... Ik was zeg maar nog steeds een beetje aan het vechten met mezelf. Oké, ga ik hier echt alles voor geven? Of je weet toch? En zo is die band ook opgebouwd met Jiggy, zeg maar. En de gesprekken die ik met hem heb, weet je wel, die zorgen er wel gewoon voor dat ik echt vaak gewoon bij de les bleef en zo, zeg maar. Snap je? En dat is wat heel veel mensen niet weten. En dat zijn zeg maar momenten waardoor ik bijvoorbeeld dan zo'n lijn kan gebruiken in een pokoe, zeg maar. Want voor mij gaat het echt diep, je weet toch? Ja. Dus zodoende, man. Ja, ik vind het mooi, want dat is maar met alles wat je zegt, wat voor een nuchtere guy jij bent. En ook gewoon een familieman, zeg maar. Met respect en disciplines daarin. Vind ik het ook gewoon mooi dat zo bij de Ark ook zo werkt. En qua Serena, daar weet ik het letterlijk van, omdat ik letterlijk ook gewoon meetings met haar heb gehad. Over dingen van het vorige album. En inderdaad, man. De succesgevallen zien het bijna altijd achteraf dat daar mensen met superveel liefde aan hebben gewerkt. Ja, zeker. En er zitten meer mensen. Ja, jij kent ze natuurlijk. Patrick, Tom. Ja, weet je, ja dat ja, zijn ja, gewoon ja. allemaal echt mensen. Je gaat bijna van ze houden, weet je. Ja, serieus. Wat ik net ook heel mooi vond. En weet je, ik ga het gewoon opgooien. Anders knippen we het er maar uit. Of ik stop hem met praten. Ja. Je had net over je case. Ja. Die je deze de afgelopen jaar hebt gehad. Daarin vertelde je ook over dat Jiggy een brief had geschreven. Ja, klopt. Ja, nogmaals, we kunnen het eruit knippen, maar ik vind het wel heel mooi dat Jiggy een brief voor jou schrijft die mee wordt genomen in de rechtbank voor jouw straf. Ja, het was zeg maar gewoon in overleg. Bijvoorbeeld mijn advocaat zei gewoon van, gewoon met jouw verleden en zo, zeg maar, gaat jouw heden eigenlijk niks teweeg brengen daar. Ja. Dus dan dacht ik, iedereen, we gingen er allemaal gewoon vanuit van, weet je, het is gewoon weer even klaar en even op de blaren zitten. Ja. En dat heb ik natuurlijk ook tegen Jiggy verteld. En eigenlijk uit zijn reactie haalde ik ook, dus ook weer iets, zeg maar, heel veel energie, zeg maar. Omdat hij zei van, maak je niet druk, zeg maar. Mocht het die kant op gaan, maak je geen zorgen, weet je. Blijf gewoon alsnog met je hoofd bij muziek en we gaan het gewoon fixen als je weer terugkomt. Hij zegt, ik ga in ieder geval een brief voor je schrijven, zei hij toen.
heeft hij gedaan. En ja, die hebben we aan de rechter gegeven. En die heeft blijkbaar zoveel indruk gemaakt, ook op hun. Dat, ja, dat ze me gewoon zeg maar, weer een kans hebben gegeven, man. Ik vind dat echt prachtig. Ja, man. Ja, shout-out naar Jiggy, man. Zeker, dat man. Is heel mooi gebaar. Heel ja, mooi man, gebaar. Zeker weten. Zeker weten. Dat zegt wat over de persoon Jiggy, hè? Ja, 100%, man. Dus ja, nee. Prachtige tune weer. En, ja, het begin, want het is wel weer het begin, toch? Van, een, van weer een nieuw... Ja, ik gok gewoon een nieuw project, zeg ja, maar, op termijn. Ja, dat is geen geheim. Ja, man. We gaan gewoon weer lekker knallen. Komen we dan ook de drie versies van Cor weer terug? Gaan we ook weer even de 64-core krijgen met die op de tune met Kevin staat? Ik heb een pokoe gemaakt op Schrijverskamp die heel veel op die lijkt. Ja? De featuring die ga ik nog geheim houden. Dat mag. Ik kom later bij jullie terug. Ja, en ik denk oprecht dat jullie me super dankbaar gaan zijn voor deze featuring. Man. Ja, maar vergis je, wat wij ook altijd zeggen in de podcast... wij zijn blij als we boze Cor horen, maar wij zijn nog blijer als we Cor horen hierop, dat het goed met hem gaat. Want ja, iedereen, ik denk dat iedereen het ja, jou thanks. Gunt dat het goed met thanks, je gaat. Thanks. Maar dit is deze soort 64 pokoe waar ik het over heb. Ja. De futuring, ga jullie me dankbaar voor zijn. Ik kom later bij jullie nog terug. Ik ga niks zeggen, maar ik denk dat ik het wel weet. Ja, ik weet niet echt waar ik moet gissen. Maar oké, goed. We komen er vanzelf ja, achter, toch? Man. We gaan het zien. Dan sluiten wij de release af. En dan gaan we door naar de aanrader van de week. Ik weet niet of je iets hebt voorbereid. We elke week gaan we soms zeggen een rondje langs ik, Wout, jij. Ja. Waarin we een aanrader doen die omtrent hip-hop is. Dus een podcast, muziek, een film. Ja. Kan zo oud zijn als je wil. Ja. Iets omtrent hip-hop. Ik zal wel aftrappen. Kun jij eventjes nadenken ja, over wat je wil aanraden. Deze week dropte de boys van 7th Street. Dropte de tune Kennen Ze Niet. En er was een videoclip van Redmoons bij. Ja, ik ben super fan van die gasten van 7th Street. Dat weten ze ook. En ja, ik wil een grote shout-out naar hun doen. En top bezig. Goeie tune. Ik luister hem dood. Ja, hij werkt inderdaad. En Redmoons voor de clip. Ik weet niet of jij Redmoons kent. Maar dat zijn zomaar de beste jonge clipmakers in Nederland. Oh, Redmoons. Ja, toch. Mijn aanraders zijn is CC of CC. Ik weet niet eens of ik CC of CC moet zeggen. Met wat gaan we doen? Hij had eerder ooit een nummer gehad met Blakka. Hij stond ook op een nummer met Chavante, wat ik hard vond. Hij heeft deze week een track gedropt. Super hard. Hij zat ook een tijdje bij Campy College. Dus ik weet dat hij die Campy Coast zijn heeft. En Reft & Goods heeft een EP'tje gedropt. Ja. Maar dat zijn de dames. Dus dat is. Het zijn Nina en Ella John op elke pokoe. En dan op een paar tracks anderen erbij. Kijk, we hebben Rihanna en Noelle. Die op dit moment zijn maar voor de dames wel de die maakt die geluid. Komende vrouwelijke artiesten zijn. Maar Ella en Nina laten het even weten. Super hard. Dus, ja. Super hard. Heel hard. Vond ik heel hard. Cornelis. Ja. Ja. Ja, ik zit momenteel trapped in het album van Jaga, man. Ja, dus, vet. Ja, hele vette aanrader. Weet je, dus Jaga heb ik ook binnen ontmoet. Weet ja, je? Joh. Ook een tijd mee gezeten. Vet. Dus ook een band in die zin opgebouwd. Maar ja, die shit is gewoon, het is gewoon te real, man. Dus je schreef ook met Jaga in de gevangenis? Schreef? Wat bedoel je schrijven? Dat jullie samen muziek maakten? Nee man. Helemaal nul van dat zelfs. Oké. Okay. Maar nee, gewoon chillen, man. Gewoon samen zitten. Weet vet. Je? Samen luchten. Heel vet. Ja, man. En, is iets wat hij heeft meegegeven over de game of zo? Of over nee, muziek maken? Ik weet nog... ja, wij chillden zeg maar gewoon voornamelijk. En ik maakte natuurlijk toen nog geen muziek. Nee. En toen zei ik een keer tegen hem van... ik schrijf gewoon, hè, weet je wel, zo. Maar we gingen al weken met elkaar om, bij wijze van. En toen zei hij van... Ja, maar ik kom dadelijk naar je cel. Ik zeg, ja, toch, is goed. Uiteindelijk allebei vergeten. Veel te druk met andere dingen. En toen werd hij overgeplaatst. En toen, nu, af en toe schrijven we nog, zeg maar. En in zijn laatste brief zei hij ook van... ik heb spijt dat ik toen niet naar je cel ben gekomen. Heel vet. Ja, heel vet. Ja. Maar ben je dan ook, want je zegt net... over het zijn van fan van Jaga, dat je soms zeggen wel zijn cd had in de gevangenis. Ja, man. Ben je dan ook wel zo dat je tegen hem kunt zeggen, maar ik ben fan van jou, joh? Of ben je dan wel fan? Van... Nee, ja. Nee, nee, niet... Ja, je kan mensen gewoon hun respect geven. Ja, precies. Je, toch? En... ja, die mannen, die zeg maar vooral daarbinnen, zeg maar, hij heeft natuurlijk ook muziek over vastzitten, zeg maar. Ja. En het waren toen echt bepaalde tunes, ik weet nog, met het album 5 voor 12. Mm-hmm. Ja, dat raakte me gewoon zo hard, zeg maar. Dat ja, omdat is, het jouw belevingswereld is ja, op dat man. Moment. Ja, dus het is gewoon, ja dat heb ik gewoon niet snel, zeg maar. En kijk, Jaga is dan bijvoorbeeld wel een van de mensen, omdat je ook gewoon weet dat het echt is, zeg maar. Ik krijg daar heel veel waarde aan. Mm-hmm. Dat ik echt de moeite neem om zo'n album te checken, zeg maar. Hard. Ja, dat is gewoon...
Top, man. Niet normaal, man. Ja, man. Heb je een favoriete tune of eentje die het meest op het nieuwe album? Ja. Hij heeft ook een deluxe gedropt, dus nog meer pop. Ja, die heb ik ook niet helemaal beseft, maar... Ik denk die voor zijn kinderen, man. Ja? Ik weet even niet hoe die heet. Even kijken snel. Ja, ja. Hij heeft er ook een voor zijn moeder. Die is ook heel veel. Ja, sowieso, maar die was al uitgekomen. Ja, die was inderdaad al uit, ja. Ook, ja, maar kijk, dat zijn zeg maar bijvoorbeeld dan... Toen dat voorstukje zeg maar online kwam op zijn Instagram, zeg maar... Dan bel ik gelijk Osha, man. Ja? Dan zeg ik, dit is niet normaal, man. Vet. Dit is gewoon kippenvel, zeg maar. Dat heb ik gewoon weinig nog hedendaag, zeg maar. Het zijn vaak oppervlakkige onderwerpen tegenwoordig. En zo. Ja, ja. Met alle respect voor iedereen. Ja, 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 ja. Je hebt gelijk. En dan zulke dingen, die raken je gewoon zo hard dan, zeg maar. Ik weet niet of het die Poco Sunshine is, maar in ieder geval... Spijt me, sorry hoor. Spijt me. En Sunshine ga ik ook echt heel... Die is echt nog steeds ook gewoon in mijn rotatie. Die luister ik vaak. Ja. Sunshine. Ja. Goeie aanrader, man. Shout-out naar Jagga. Zeker top. Weten, man. Alright. Dan gaan we eigenlijk door naar de classic van de week. Heb je daar iets van gelezen? De bedoeling was dat jij een classic zou kiezen. Dus een track, Nederlandse hip-hop track van 5 jaar of ouder. Oké. Wat jij een classic vindt, die... Mensen die kijken moeten beseffen. Die gaan we dan zo even een stukje opzetten. En dan ja, neem even tijd, gaan we daarover praten. Dus wat is een classic Nederlandse hip-hop track voor jou geweest? Zo ja, er zijn er wel meerdere, man. Maar ik denk dat ik dan toch weer terugkom bij Campy. Bijvoorbeeld met een wakker in de cel. Ja, dat zijn gewoon pokoes. Ja, die, in mijn optiek worden die gewoon niet meer gemaakt. Die worden niet meer gemaakt. Weet je? Buschauffeur. Ja, als ik die clip zie, dat is misschien wel mijn lievelingsclip ooit gemaakt. Ja, in gewoon... dat PSV-shirt, met die pet op. Dat is echt kunst, man, broer. Kan je nog de eerste keer herinneren dat je Campy hoorde? Of... Zo, dat is nog met MP3 tijd. Ja. Weet je? Hè, boeres? Het is gewoon nog MP3-tijd. Is gewoon, ja. Ik weet nog dat ik vroeger een keer... ik kreeg vroeger een keer straf, Osso. Ik had, weet je, dat was nog in die tijd van die grote computers, weet je toch? En ik had, welke poko was dat nou weer, volgens mij? 3 gedachtes was het. Mm. Ik had 3 gedachtes aanstaan en die had ik heel hard aanstaan. En mijn moeder stond in de douche en de douche was zeg maar naast mijn kamer. En dan krijg je op een gegeven moment die bar van kleine meisjes die niks om doekoe te verdienen. En ineens mijn deur gaat open, bam! Mijn moeder is echt weer helemaal gek geworden dat je dit luistert. En dat had ik straf gekregen, man. Een week geen internet. Geen internet door Campy luisteren. Ik heb vroeger... ik was vroeger een heel tengere gast en nog witter dan dat ik nu ben. Ja. Ging ik met hem en mijn zennen, ging ik naar hem sturen. Hey, Campy zit in de Jari, man. die hebben ze gezegd zijn. Ja, man. Ja, mooi. Nee, zeker, man. Die tijd Campy is echt... Maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Hef, weet je, en Sticks en dat soort gasten gewoon. Ja, dat is gewoon een ander soort muziek, man. Maar ja, dat wordt gewoon niet meer gemaakt, weet je wel. Helemaal mee eens. Ja, man. Nee, dat mensen zeggen, mensen tenminste waar wij mee hebben besproken, die denken vaak dat dat komt omdat nu de artiesten altijd maar opgroeien met het idee dat je heel veel money kan maken en een superster. Ja, ik denk dat het ook zeker invloed heeft, man. Ja, vooral dat superster zijn is ook... En het social media gebeuren erbij, zeg. Ja, het is allemaal iedereen laat het lijken, weet je wel. Ja, 100%. Moet iedereen zelf weten. Laten we wakker in de cel doen dan? Ja, ik heb 3 gedachten. Ja, dat is een moeilijke. Dat is een moeilijke. Ik zou... We kunnen ze ook gewoon allebei... Voor het verhaal zou ik 3 gedachten doen. Ja, laten we 3 gedachten pakken, man. Campy, 3 gedachten. Lachelijk. Dan moeten we ook wel die specifieke line hebben dan. Bovenste. Nee, die is niet goed. Ja, die. 6 minuten ook. Ja, man. Hij ziet de YouTube, hij weet welke ik moet aanklikken. Ja, want die andere is van de album. Dat is maar 1 versie, zeg maar. Deze heeft alle 3 versies. We hebben ze nu al wat tijd. Ik wil eigenlijk nog wel gewoon nog even iets langer buurten. Ik, zeg maar, wat ik me
wat ik het zo van het knapste eigenlijk vind van hoe jij bent ontwikkeld als muzikant, is hoe je meer van jezelf hebt kunnen laten zien gaandeweg andere tunes hebt kunnen gaan maken. Ja. En elke keer als we het er nu over hebben, heb je niet nagedacht over een internationale FT of niet nagedacht over een Nederlandse volkszanger of zo. Dus hoe is dat bij jou gelopen dat je zeg maar meerdere kanten van jezelf in muziek bent gaan zetten, zeg maar? Ja, ik denk dat Reverse heeft daar een hele grote rol in gespeeld, denk ik. Ik ging op een gegeven moment met hem veel naar de studio. Ook een album samen uitgebracht. Ja. En hij durfde het zeg maar gewoon aan als een van de eerste die tijd om gewoon ander soort beats aan te zetten. En daar ben ik zeg maar eigenlijk meer mijn muzikaliteit zelf gaan ontdekken en ontwikkelen, zeg maar. Dus niemand durfde bij jou eigenlijk gewoon andere beats? Ja, mensen gingen er ook gewoon niet van uit, weet je wel. Nee, het was gewoon makkelijk beats voor mensen. Zet maar een boze beat aan voor die jongen. Dan gaan maar schreeuwen. Ja. En Rie ging echt op zoek naar iets wat er toen nog niet was, zeg maar. Ja. En vanaf dat moment durfde ik dat steeds meer te doen. En ja, dan krijg je bijvoorbeeld ook die hoekies en zo terug, weet je wel, wat je nu ziet. Dus ja, daar ben ik hem heel dankbaar voor. En hoe, zeg maar, je zei al eerder van, als jullie kijken naar wat jullie gaan uitbrengen, is gewoon puur op gevoel. Ja. Dus zeg maar, als je dan een album maakt, ben je dan wel aan het nadenken van, ik moet zoveel maken van dit? Of maak jij gewoon over een periode en cherrypick je dan gewoon? Ja, ik maak gewoon meestal in een jaar tijd probeer ik gewoon wel echt 30, 40 tunes te maken, bij wijze van. En dan ga je gewoon kijken. Ja, ik zet altijd een beetje van alles wat erop, zeg maar. En ja, in mijn ervaring werkt dat het beste gewoon. Zeg maar, ik heb af en toe, mensen vragen me ook wel eens nog steeds voor die boze pokus en zo. Alleen ik ben nu relaxed. Alleen er zit af en toe nog wel eens een dag tussen dat ik ook nog steeds vecht. Dat je je kleine teen hebt gestoten. Ja, bij wijze van. En dan ja, dan als ik op dat moment die dag net naar de studio ga of zo, dan zit dat erin natuurlijk. Ja. Kijk, mijn hoofd is natuurlijk af en toe nog steeds heet. Ja. Maar ik ga er gewoon anders mee om nu. En ja, daar komen dan af en toe nog steeds boze tunes van terecht, weet je wel. Maar ik vind het wel mooi, want wij hebben gaandeweg gewoon letterlijk elk album, elke single eigenlijk in een podcast wel besproken van wat we dachten van de tune of van wat we dachten dat het volgende zou zijn of wat de ontwikkeling zou zijn qua sound. Ja. En je lijkt daar zeg maar in het juiste pad te hebben bewandeld of zo. En als dat niet bewust is, dan is dat best... Nee, ja, helemaal niet, man. Wat ik zeg, ja, ik maak gewoon wat ik voel. En dat zie je ook in mijn releases, zeg maar. Bijvoorbeeld waar we het net over hadden, zo'n 10 toes. Weet je, kijk, en ik ben dankbaar voor elke stream. Niet daarvan, maar als de ene 5 haalt en de ander 1, ja, weet je. Dan weet je wat je moet doen, toch? Nee, juist niet. Het interesseert me, zeg maar, niet. Snap je? Het boeit niet. Ik maak gewoon... Het maakt jou dusdanig weinig uit dat... Ja, kijk, ik moet ook mijn huur betalen, weet je wel. Dus het is natuurlijk altijd fijn als een bepaalde pokoe meer gestreamd wordt dan de andere. Maar ik zal nooit, zeg maar, mijn releases afwegen op het feit van, oh, misschien pak dit meer streams dan deze, zeg maar. Ja. Snap je? Terwijl ik deze tune eigenlijk harder vind. Ja. Dus ja, zo. Leuk. Ja, man. Ja, man. Oké, okay, goed. Dan sluiten we hem af. Ja, heb je nog iets wat je wilt droppen, tegen de mensen wil zeggen? Of iets waar we moeten opletten de komende tijd? Of, Nee, man, niet. Ik wil gewoon iedereen ten alle tijde bedanken dat ze me streamen. Komt genoeg aan, we gaan weer gas geven. Ik heb er zin in. Dat was het, man. Ja, top. Toch? Hartstikke bedankt voor het komen. Ja, top. Helemaal top. Was leuk. Dankjewel, man, dat ik hier mocht zijn. Ik word letterlijk gebeld terwijl ik de intro wil instarten. Of de outro bedoel ik. Dames en heren, ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze episode van de Paastalks podcast, mede mogelijk gemaakt door Cor. En jullie weten wat je moet doen. Like de video, abonneer, comment je favoriete release, geef ons 5 sterren op Spotify. Wij zijn volgende week back op dezelfde plek. Dus zorg dat je ons checkt. Later. Later. Ja, toch?